als nou iets je wintersport kan verzieken, dan zijn het skischoenen die niet passen of die pijn doen. Maar het is helemaal niet nodig, zegt de wintersportspecialist hier in Hoorn. Hey Michel, kan jij deze schoenen ook passend maken? Jazeker, ik kan alles passend maken. Het belangrijkste eigenlijk is voordat we passend beginnen te maken is met een zooltje. Een zooltje moet goed op maat. Nou, dit is bijvoorbeeld de Nordica Sportmachine. Die is even wat breder qua voorvoet, wat meer comfortabeler. Dit is de Speedmachine van hetzelfde merk. Net een tikkeltje breder voor de iets sportievere dame. Dan heb je ook nog de Pro Machine. Nou, dat hoort eigenlijk wel helemaal in de naam. Voor de snelle dame die zo hard mogelijk naar beneden wil. Deze schoen heb je een mooie achterinstapschoen. Je mag hem eigenlijk zo dit noemen, want ze noemen hem mid-instap. Je ziet hem eigenlijk dat je er heel makkelijk in kunt kappen. Terwijl dit wel gewoon een sportieve schoen is. Dus veel comfort, maar wel sportiviteit. Dan hebben ze allemaal gripwalk op de schoen. Is eigenlijk een ronding, wat ervoor zorgt dat je net even wat makkelijker kan lopen. Al deze schoenen zijn door middel van warmte individueel aanpasbaar. Dus mocht er nog wat problemen zijn, bijvoorbeeld met een grote knokkel of wat dan ook. Ja, dus pijnlijke voeten op de piste, dat is gewoon echt niet nodig. Alle schoenen kunnen op maat gemaakt worden. Er worden geen slechte schoenen gemaakt, alleen slechte keuzes. Zicht is heel belangrijk, want je wilt natuurlijk goed zien op de piste, zowel tijdens mooi weer als slecht weer. Nou, Sinner heeft twee lenzen. Dit is degene voor slecht weer, oranje lens. Dit is degene voor mooi weer. En je kan ze heel makkelijk vervangen, waardoor je altijd het juiste zicht hebt.